serieus. Net over je baard. Kijk, prik. Hoi. Hey. Man, wat heb jij een fantastisch film gemaakt. Ja, ik zag je zitten in de zaal, je hebt hem gezien. Ik ben heel blij dat je hem mooi vond. Ja. Echt geweldig, helden epos. Hoe voelt het hier om nu op... Je hebt een brede loper neergelegd, ja. Je hebt de Oscars een beetje gemaakt. Ja, ik wil het een beetje anders doen en het idee om het zo te doen komt eigenlijk vandaan. Dus volgens mij werkt het. En Wilma, voor mij persoonlijk, ik heb natuurlijk maanden in een soort tunnel gezeten. Weet je? Dat je zo met die film bezig bent en dan op deze manier het, de wereld in te... Het is een onwijs gaaf gevoel. Dus iedereen zei vandaag ook van ja, je moet er wel van genieten en zo. Maar ja, ik geloof wel dat ik dat doe. Ik ben gewoon trots op... wat er nu gebeurt en ik ben benieuwd straks hoe de cast die voor de eerste keer de film gaat kijken, ja, hoe zij de film ervaren. We hebben net al even een borrel gedronken en het was mooi om iedereen weer te zien. Dus, Prins Willem-Alexander komt nog, Prinses Maxima, dus het is een grote avond, Wilma, een grote avond. Kan deze film zo naar Hollywood? Nou, nee, het leuke hiervan is dat het gewoon een echt een Nederlands verhaal is. Weet je wel? Het is ook uit een geschiedenis, uit onze... tijd, wat Holland, de Gouden Eeuw kwam vlak daarna, wat Holland heeft gevormd tot wat het nu is. En ik wilde de film echt voor Nederland maken en het leuke van films is dat je nooit kan voorspellen wat er gaat gebeuren. En wie weet gebeurt er van alles, maar wie weet ook niet en we hebben de mensen er in Nederland plezier van, dus ik laat het een beetje over me heen komen. Die geweldige hoofdrolspeler van jou. Ja, mooi, hè? Waanzinnig interview met hem gedaan. Ja. Waar had je die gevonden? Ja, hij is zo goed. En ik vond het zo moeilijk om iemand te vinden van begin 20 die zo'n zware film op zijn nek kon nemen. Want dat is nogal wat. En volgens mij zijn er niet heel veel acteurs in Nederland van die leeftijd die dat talent hebben. Ik ben er gewoon dankbaar voor dat hij gekozen heeft om dit avontuur met mij aan te gaan. Dus heel trots op jou. Weet je wat hij het mooiste moment vond? Het moment dat je sorry tegen hem zei. Toen hij tegen jou was aan schelden en jij tegen hem. Ja. Toen hij uit de mast moest vallen en dat niet durfde. Ja. En toen zei hij, toen wist ik, Reinhard is een geweldige regisseur. Ja, we hebben wel meegemaakt met elkaar. Maar altijd met veel respect. En altijd met wederzijds respect. En dan mag je ook ver gaan en dan mag je ook even elkaar aanpakken. En dat is, als het voor de film goed is, dan maakt dat niet zoveel uit. En als het koud moet zijn, is het echt koud, want bibberen kan je niet acteren, hoorde ik. Ja, mooi. Dirk zei ook, van, nou, ik hoef alleen maar mijn tekst te zeggen, want de rest ging toch vanzelf. Dus hij zat zo te bibberen. Dus dat heeft ons wel geholpen, ja. Ik ben blij op dat we die locaties hebben gevonden en gezocht. Dat het echt is en authentiek.